De aanwezigheid van SM-meesteres Benita was al langer omstreden op het park. Hier achter mij het huisje waarin ze lange tijd zelf heeft gewoond en van waaruit ze ook wat SM-artikelen heeft verkocht. Hiernaast het huisje dat verhuurd werd. Toen het huisje met Pasen in de brand vloog, was de maat vol en vertrok ze. In een telefonische reactie laat ze weten dat ze haar eigen veiligheid en die van de mensen die de SM-huisjes huren niet meer kan garanderen. Bovendien is ze de pesterijen op het park meer dan zat. De bewoners van het park zullen er niet rouwig om zijn. Nou, wij willen dat gewoon niet op ons park hebben. De waarde van de woningen dalen. Als je op een gegeven moment dit soort mensen iedere keer op het park krijgt, dan zitten wij met z'n allen niet op te wachten. Ook de gemeente Staphorst is blij, want de gemeente hoeft niet meer te handhaven. Ik ben natuurlijk nooit blij als iemand onder dwang daadwerkelijk moet vertrekken. Maar wat wel om gaat is, wij hadden een traject ingezet om tot handhaving, daar waren we mee begonnen. Ik ben er wel content mee dat nu uiteindelijk de bestemming weer geheel voldoet aan recreatieve doeleinden. Dat traject hebben we nu beëindigd. Ik heb het vandaag net officieel beëindigd, omdat ik heb moeten constateren dat ze niet meer woont op het park.